Hey mensen, het is weer bijna vakantie en dat betekent dat we weer allemaal massaal naar vakantiebestemmingen gaan. Sommige zijn heel mooi, maar sommige zijn ook heel raar. Dit zijn de 10 meest bizarre vakantiebestemmingen. In het Cabbage & Condoms restaurant en resort in Bangkok vind je heel veel... ja, condooms. Er staan levensgrote paspoppen met kleding en pruiken van condooms. En tijdens kerstmis heb je natuurlijk ook een condoom-kerstman. Het motto van dit restaurant is: ons voedsel zal je niet zwanger maken. Oké, ik weet niet welk voedsel je wel zwanger zal maken, maar goed, wie ben ik, hè? En de obers komen ook in stijl je eten serveren. Wacht. Nou, even terug naar die foto, want kijk even naar die man. Nee, niet die man. Ik bedoel die andere man. Die gast weet volgens mij niet waar die beland is. Zijn vrouw heeft dit geboekt, dat zie je. Oh ja, en na je maaltijd krijg je natuurlijk geen pepermuntje mee naar huis, maar je kan het al raden. Ja hoor, een condoompie. Ben je een kouklum, dan kun je beter niet naar het ijshotel in Zweden gaan. Dit hotel bestaat namelijk compleet uit ijs. En het is daar altijd minimaal min 5 graden. Van al het sneeuw waar het hotel van is gemaakt, zou je zo'n 700 miljoen sneeuwballen kunnen maken. Fun fact. Een avondje doorbrengen in zo'n kamer kost je €600 per nacht. Ik moet zeggen, het lijkt me toch wel een gekke ervaring als alles om je heen constant van ijs is. Hi. Ik wil graag een warme thee. Die hebben we niet. We hebben alleen maar eens thee. Oh, dan wil ik graag een warme chocomel. We hebben alleen maar korte chocomel. Dan doe mij maar een biefstukje. Wil je die koude, medium koude of doorgebakken koude? Weet je wat? Laat maar zitten. Dan doe mij maar de dessertkaart. Ik heb zin in isse. Isse hebben we niet. Hè? Heb je er altijd al eens van gedroomd om een vis te zijn? Nou, dan kun je je droom nu laten uitkomen. In een onderwaterkamer voor de kust van Tanzania. Je slaapt hier dus letterlijk onder water in een kamer tussen de vissen. Het is een plek die regelmatig wordt geboekt voor een huwelijksnacht. Ik denk dat het iets te maken heeft met een bepaalde vislucht verbloemen. Prijskaartje van de kamer, €1500 per nacht. Maar ja, dan heb je ook wat. Wie wil er nou niet slapen in een hond? Wie wil dat nou niet? In het Dog Bark Park in Idaho kun je namelijk een kamer boeken die eruit ziet als een hond. Maar wat ik dan niet helemaal snap, het is een dogpark, waar het allemaal is gebaseerd op honden. Maar als je je hond mee wil nemen, kost dat wel $15 extra. Maar goed, een hond kost dus wel stukken minder dan een mens. Dus als je een beetje slim bent... Hallo, ik kom inchecken. Ah, oké. U bent alleen, zie ik? Nee, ik heb mijn hond meegenomen. Waf. Oh ja. Oh, dus wat een schattig hondje. Wat voor ras is het? Dit is een geisterse... Bulldog. Tenminste, dat, als ik zo naar zo'n vettige, vieze wangen kijk en al dat kwel uit zijn bek en een beetje die lelijkheid, dan denk ik dat het wel een bulldog is, hè? Ja, inderdaad. Ja. Een bulldog, ja. Goed, dan wordt het $125 voor u en $15 voor uw hond. Althans, dat is normaal, maar ja, gezien hij zo lelijk is... Weet je wat, maak er $5 van, want het is al zo sneu als je er zo uitziet. Oké. Ja. Hij stinkt trouwens ook wel een beetje, hè? Ik weet niet, heeft u hem wel gewassen? Of... Ja, ik heb vanochtend nog gedoucht, maar ja, dat werkt bij dit soort honden niet. Hè? Die blijven maar stinken altijd, ja. Oké, dat heb ik een hond nog nooit zien doen. Gek ras. Maar goed, $130 dan. Oh, oké. Ja, is gek ras is dit. Op zoek naar een bijzonder restaurant? Het Waterfall Restaurant bij Villa Escudero op de Filipijnen ligt namelijk bij een waterfall. Snap je? Daarom heet het waterfall. Het klinkt misschien niet zo heel bijzonder, maar ik bedoel echt, het is echt letterlijk in een waterval. Je zit letterlijk in een waterval. Dus terwijl je zit te eten worden je voetjes lekker gekoeld door het frisse water van de waterval. En of het restaurant daar open is, dat is afhankelijk van het weer. Want anders kun je zomaar wegspoelen tijdens je diner. Dit restaurant is trouwens onderdeel van een supermooi resort, je ziet het. Dus moet je nog een leuke vakantiebestemming hebben voor deze zomer? Dit is misschien nog wel een ideetje. Slapen onder het noorderlicht. Dat kan in een glazen iglo in Lapland. Deze kamers zijn ook alleen te boeken tijdens het noorderlichtseizoen. Je kunt er dus genieten van het licht terwijl je er ligt. Allicht. Verlicht. Zonder te worden opgelicht. Deze glazen iglo kost €450 per nacht. Nou, dat vind ik nog best wel duur voor een kamer waar je niet eens gordijnen hebt. Hey, ben je toevallig in Taiwan? Bezoek dan eens het restaurant Modern Toilet in Taipei. Hier is alles in het thema toilet gemaakt. Je zit aan tafel op een toilet, krijgt ijsjes in de vorm van een drol en zelfs je eten wordt geserveerd in mini-toiletjes. Ah, die Aziaten hebben toch altijd van die rare dingen, hè? Maar op zich is het wel handig. Ik bedoel, van Aziatisch eten moet ik altijd behoorlijk naar het toilet. Nou, en dan kan ik het meteen laten lopen. Oké, maar alles is daar dus een wc. Letterlijk alles. Stoelen, borden. Maar hoe zal het toilet er daar dan uitzien? Oh. Mevrouw? Even een vraagje. Waar is het echte toilet? U moet echt naar het toilet. Ja, ik moet echt naar het toilet. Oké, loopt u maar even mee. Oké. Dus dit is jullie wc? Ja. Maar waar dan, zeg maar? U kunt gewoon overal uw behoeften doen. Oké, dus uw restaurant is een wc en uw wc is een restaurant? Ja. Oké. Als je in Kunming in China op vakantie bent, kun je een bijzonder pretpark bezoeken. Het heet Dwarf Empire. Dit is dus een mini-wereld met allemaal mini-mensen. Ze leven in kleine huisjes en voeren iedere dag shows voor je op. Ja, en dit is uiteraard weer in Azië. Ja, daar gebeuren dit soort dingen. Eigenlijk zijn we hier in het Westen maar saai, hè. Als dat hier zou gebeuren, zou je er allemaal klachten over krijgen. Dat het belediging is en zo. Maar daar doen ze het gewoon lekker. Ze maken hier gewoon een compleet pretpark waar alleen maar midgets werken. Het is toch bizar, maar... Wow, wacht even. Zoom even een beetje in op die foto. Nee, iets verder. Wie zie ik daar nou zitten? Ja, kijk, daar is die hoor, Teun. Ja hoor, hij zit er in het Dwarf Empire. Wow, als je nog een keer een bijzonder hotel zoekt, ga dan naar Chili. De Magic Mountain Lodge in Chili is namelijk een kunstmatige vulkaan met allemaal mos en planten erop. Vanuit een waterval in de top valt zo het water langs de kamers naar beneden. Ik moet zeggen, het doet me ook een beetje denken aan zo'n hobbithuisjes van Lord of the Rings. En qua prijs valt het eigenlijk reuze mee, als je het vergelijkt met anderen in dit lijstje. Het is maar €180 per nacht. Oh, goed te doen. Ben je een Popeye fan? Dan moet je eens naar Malta op vakantie gaan. Daar werd namelijk in 1980 voor de film Popeye een complete filmset gebouwd. Na de opnames is de set omgebouwd tot een openluchtmuseum en nu kan iedereen het gewoon bezoeken. En je kunt er tegenwoordig zelfs trouwen. Ik zou vooraf wel even aan je gasten vragen of ze zin hebben in een bruidstaart van spinazie. Nou, dit waren de bizarre vakantiebestemmingen. Toch leuk hè, om te zien wat er allemaal op de wereld te vinden is. Wil jij nou dit pakketje met nieuwe schriftjes winnen? Dat kan! Like dan deze video en laat in de reactie weten wat jij een bijzondere vakantiebestemming vindt. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Wow! Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En bedankt voor het kijken. Later!